Leuk jullie kijken naar mijn allereerste video van Hearthstone. We gaan vandaag natuurlijk, of course, Hearthstone spelen. Dat is logisch. Ik wil jullie vandaag een deck laten zien wat eigenlijk mijn favoriete deck is, zeg maar. Het is een redelijk duur deck. Je kan er een minder duur maken natuurlijk, maar ik laat het gewoon zien. Het is zo. Wat dit deck eigenlijk probeert te doen is gewoon, je speelt heel veel laag. Lage kost minions, bijvoorbeeld Abusive Sergeants, Flame Imp, Voidwalker, Haunted Creeper, Arimbic Arm, iets te silencen zoals een Taunt, Knifejuggler, Axe. Het heeft veel goede combo's, bijvoorbeeld Nurwyrian Egg into Power of Whelming, Give a Friendly Minion, plus Fervor until the end of the turn, then it dies horribly. Het is goed zodat, kijk maar wat er staat, Summon a 4-4 Nurwyrian, wanneer het doodgaat, Death Rattle. Dus je, nou, Power of Whelming the Egg. Je trade met iets wat je opponent heeft gespeeld, een hogere kaart meestal. En je krijgt een 4-4 uit, hartstikke goed. Ook Void Terror. Destroy a minion on the other side of this minion. And chain the attack and health. Kan ook gecombineerd worden met Nurwyrian Egg. Void Walker. Put a random demon from your hand into the battlefield. Nou, dit is een demon, Morgana's. Your other demons have plus 2-2. Your heroes immune. Dus als je dit in je hand hebt. Turn 4 Void Color, hij kilt het. Je hebt een turn 5. Ja, 9, 7, dat is natuurlijk hartstikke goed. Sea Giant, cost 1 ledge for each other minion on the battlefield. Het is natuurlijk erg goed dat je heel veel kleine minions speelt, dus dit kost meestal niet zo duur. Dr. Boom, gewoon een hartstikke goede legendary. Moet je er gewoon in stoppen. Meestal, in heel veel decks wordt het gebruikt. In-game boss, nou, in ieder geval heel veel goede kaarten, minions. Heel veel synergy. Implosion, deal 2 to 4 damage. To a minion, summon a 1-1 imp for each damage dealt. Gaat heel erg goed met Knifejuggler natuurlijk, zoals je kan zien. En ja, genoeg gepraat over deck. Ik ben trouwens Dennis, wat ik vergeten te zeggen in het begin. Maar ja, tot zo, totdat we in een game zitten. Adios. Nou, we zijn dus in een game natuurlijk. Mensen zitten natuurlijk te kijken of lage minions. Dit is wel goed. Deze twee gaan erg goed samen. Dus, ik denk dat ik het hou. Niet de beste hand voor Ambit, maar ik kan dat proberen toch? Het verandert het een beetje. Ik denk dat we. Ik denk dat we gewoon de X spelen. Als hij dan een turn 2 doet, doen we hem en hem. Kan het lukken? Ik zal deze niet spelen. Kijken. Ja, dat kan. After you cast a spell, do 1 damage to all minions. Ik denk dat we hier. After you cast a spell. Dit spelen, hem. Ik heb nog 1 mana over. Ik denk, kan ook hem en dan. Even denken, het is lastig. Ja, we doen gewoon dit. Geven hem plus 2. Sorry, man. Zo. En dan 4-4 op turn 3. Dat is erg goed. Ik zat te denken om de Mirian Egg nog een keer te spelen om turn 4 dit, maar het is een beetje te langzaam. Ik wil graag dat tempo hebben, dat wat meer minions op de bot hebben. Ik denk dat dit beter is. Kan ook nuiselijk juggelen en die, maar doe gewoon dit. Is ook goed. Oh, hij speelt niks. Ja. Ik denk dat we gewoon kijken. Op de 5, wat doen we dan? We kunnen dan dit doen. Met dit. Ik denk dat dit. We spelen die hier, zodat we die volgende de taunt kunnen geven. Zo, gaat goed. Tot nu toe gaat het erg goed, zoals je ziet. Meestal niet te veel. Kijken, wat komt hier in? Oké, dat wou ik net zeggen.
meestal niet te veel meer spelen vanwege Aria Effect, want dan ga ik gebeuren met deze ship. Maar het is niet. Oh, dat is kut. Dat heeft hij erg goed gedaan. Er is toch 3 health if you talk it. Dat was een erg goede play van hem, want hij kleert zich technisch gezien gewoon alles op mijn bord. Kijk wat we krijgen. Niet precies wat ik wou. Treden we gewoon. Dat was erg kut, zeg maar. Ik kleerde gewoon mijn hele bord. Woep, weg. Mag niet. Laten we maar gewoon kijken wat die speelt. Oh, dit is wel erg goed. Kijk, dan gaan we dit doen. Het lijkt er al meer op. We hebben nu in ieder geval wat meer minions op de bot. Dus hopelijk dat hij niet of een of andere fucking holy fire, dat mijn hele shit weg is. Eigenlijk moet ik dat niet zeggen, want doet hij waarschijnlijk holy fire. Heeft hij waarschijnlijk in zijn hand, denkt zo van. En dan poef, weg is je bot. Meestal doe je met je dit deck. Is meer een control deck, dus je trade natuurlijk. Maar dat is erg slim van hem. Even kijken. Hoe kunnen we dit weghalen? Dit wil ik natuurlijk weghalen. Dit is 5 en 4. Dan heb je nog 3 manen over. En dan kun je. We kunnen ook dit doen natuurlijk. Of hem. Alleen dit zijn hele goede kaarten die we hier hebben. Even denken. Nee, ik denk dat we gewoon hem spelen. Oké. Het is misschien kut om 2 kaarten weg te halen, maar het was wel een goede trade, zeg maar. Hey, ik vraag me toch af of dit misschien beter was en dan deze allemaal inzenden. Ik heb geen tijd voor games. Niet al te slim van hem, want ik kan dit gewoon makkelijk traden. Ik pak waarschijnlijk een 1-1. Sowieso, hoppakee. Kijk eens, 3, 5. Ik denk even tap, kijk wat we krijgen. Je kan power of wel min, maar. Om een. Nee, dat is niet echt al te handig. Dan gebruik ik liever als hij iets groot speelt deze turn, dat ik dan Power of Verwelming op een van die minions kan doen. Waarschijnlijk gaat hij dat doen heel. En dan iets van 6 manen spelen, denk ik. Ik ben niet zeker. Ik denk het wel. Hij kan in ieder geval niet Dr. Doom spelen. Dr. Boom spelen, want. Kijk, dit is wel goed. Ja, laten we eens kijken wat we krijgen. Als we power film in hem. En zo. Hopelijk krijg ik de volgende turn hem, Morganus. Dat is erg goed. Dit is ook een demon. 3-3 voor 3 mana. Het is wel oké. Oh, dit is eigenlijk best wel handig. We kunnen dat wel. Oh, kijk. Ik kan hem spelen, maar. Is lastig. Wat ik ook kan doen is hem. Wacht, laat me denken. Power of wel met hem. Wordt een. 7.
8, 19, 11. Dat is niet genoeg. Ik denk dat ik weet. Hebben we Lito eigenlijk? Nee. Maar ik denk dat ik weet wat ik doe. Doen dit. Zo. Wat ik dan doe is dit. Die gaat dan dood. En dan krijgen we hem. Nou, pittig goed. 13, 14 op de bot. 9, 7, 4, 5 en 1, 1. Best wel een goede combo. Ik hoop niet dat die... Oké. Het is erg kut wat hij net deed. Oh, wauw. Zijn ze hem? We kunnen gewoon nog verliezen. Ja, het is lastig. Ik kleed mijn hele bot in mij. Ik ben een pittig kut. Kijk. Of course. Hield hij zichzelf. Hopelijk krijgen we iets goed. Tap. Even denken. Ja. Nou, we hebben in ieder geval gewonnen. Deze heeft 4 attack. Well played. Poink. Het is niet al te moeilijk deck. Het is best wel duur. Dat is waarschijnlijk door de legendaries natuurlijk. Ik zal dit deck even laten zien. Wat je kan veranderen. Als je... Ja... Niet, natuurlijk niet bepaalde kaarten heb. Je kan Dr. Doom weghalen, Morganus en Sea Giant. Voor, even kijken, wat zou je erin kunnen? Je kan er best wel wat in doen. Je kan Dr. Boom weghalen. Morganus. Voor 2 Direwolf Alpha kan je erin doen. Natuurlijk. Dire Wolf Elven. En dan heb je dat. Je kan Sea Giant wegdoen. En wat je er dan in doet is gewoon een... Kijken. Nee. Tjonge jonge jonge ja. Wat je dan is doet is denk gewoon een extra motorcoil. En zo heb je een soort van deck wat minder kost natuurlijk vanwege de legendaries. En dit deck is eigenlijk ook heel goed. Alleen je hebt natuurlijk niet de combo met Voidwalker. Dus misschien kan je Voidwalker. Voidcaller, sorry. Veranderen. Gewoon een andere minion. Wat je zelf eigenlijk wil. Maakt eigenlijk niet echt al te veel uit. Het is gewoon een goed deck. Zo kan je het natuurlijk ook spelen. Kost veel minder. In ieder geval, als je deze video leuk vond, laat dan een blijvende duimpje achter als je wil. En dan zie ik jullie bij een volgende video. Doeg.